Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag deze tafel, dit komt van Pinterest, namaken. Ondertussen woon ik al in ons huis en toen ik dit filmde en met mijn vader deze do-it-yourself ging doen, hadden we net dit huis gekocht en wist ik dat we deze salontafel zouden willen, zeg maar. Dus ik ga je laten zien hoe wij deze tafel hebben nagemaakt. Dit is het eindresultaat geworden. Ben je benieuwd hoe we dit nou hebben gedaan en ja, wat de stappen zijn wat je moet volgen om te komen tot deze tafel? Blijf dan kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Maak je me heel erg blij mee. Wij zijn ongeveer 100 euro kwijt voor deze tafel. En normaal gesproken zijn deze tafels ja, zo 4, 5, 600 euro als het niet duurder is. Dus we hebben flink gespaard. Of gespaard, bespaard. Dit is best wel een grappig do-it-yourself projectje. Deze tafel is 1950. Zo'n mooi organisch blad en dan haal je de poten eraf. Doe je de andere poten onder. Misschien met beton helemaal maken. Is wel vet. Kun je niet zoveel zeggen? We gaan het doen. Oh, do-it-yourself projectje. Goedemorgen, het is vandaag 24 februari en vandaag gaan we de tafel maken. Ik ga naar mijn vader toe, hij gaat me lekker helpen en ik heb er helemaal zin in. Dus ik neem jullie gezegd mee. En mocht je je afvragen wat dit is, het is een brandwond van een krultramp. Let's go! Even een korte onderbreking in deze video. Ik wil jullie echt wat laten zien. Dit is before van mijn eigen kantoor. Ik heb natuurlijk weer eigen kantoor hier op zolder. Het is echt ontploft en een bende. Dus dat ga ik zo even opruimen. Ooit komt hier zeg maar één groot bureau, want ik maak natuurlijk content op YouTube, maar ik maak ook kaarsen. Want ik heb mijn eigen bedrijfje en dat heet dus Co-Season. Maar ik miste dus een soort plek waar ik mijn kaarsen kan maken. En toen kwam Flexispot. Dit is echt fantastisch. Oké, ik heb dit kastje er heel veel uitgehaald, want kijk. Dit is dus een bureau. Deze kun je gewoon daaronder opbergen. En het is een zit-sta-bureau en ik heb gekozen voor deze prachtige houten bamboeblad en witte poten, want dat past gewoon helemaal bij het interieur. Oh my god. Maar hij kan ook naar beneden. Dit is dus een zit-sta-bureau. Dit is toch fantastisch? En je kan bijvoorbeeld ook instellen, als je gaat staan, dan klik je op één knop en dan doe je gewoon de juiste afmeting instellen. Of als je wil zitten, klik je ook op één knop en dan kun je die instellen. Hij kan zelfs kantelen. De afmeting die ik heb gekozen is 120 centimeter breed en 60 centimeter diep, zeg maar. Ik ben er onwijs blij mee. Want ik kan nu gewoon mijn pakketjes en alles kan ik hier gewoon opmaken en dan wordt dit echt mijn werkplek. Dus jongens, ik ga het heel snel opruimen. Dit is before. En dit is after. Ik heb hem toch verplaatst. Het past echt perfect namelijk daar. En misschien denk je, oeh, dit ziet er niet heel mooi uit, maar het werkt zo praktisch en handig. Hier heb ik dan gewoon mijn werkplek. En hier kan ik lekker mijn pakketjes inpakken terwijl ik sta. Dit is echt top. Ik ben hier onwijs blij mee. En ik kan hem nu natuurlijk nog hoger doen. Maar dat ga ik niet doen, want dit is echt voor mij de perfecte werkplek zo. Hier pakketjes inpakken. En hier gewoon werken achter mijn computer. Mocht je nou ook veel thuis werken, dan is dit dus echt ideaal. Ik heb dit formaat, dus dit model heb ik van Flexispot. Ik wil Flexispot heel erg bedanken voor deze samenwerking en het opsturen dus ook van deze zitsta, bureau, tafel. Onwijs blij mee. Ik hoef nu gewoon niet meer mijn computer aan de kant te schuiven als ik mijn kaars wil maken. Want daar heb ik gewoon nu lekker mijn eigen plekje voor. En hetzelfde geldt dus voor het inpakken van alle pakketjes. En het is gewoon lekker hoog. Ik vind dat gewoon echt fijn. En als ik denk, goh, ik wil zitten, doe ik hem lekker automatisch naar beneden. En dan is het gewoon gepiept. Met één knop. Nou, ik zal de link even in de beschrijving zetten naar Flexispot. En dan gaan we nu snel verder met de salontafel die ik zelf heb gemaakt met mijn vader. Nou, we hebben het blad liggen. En ik vind het wel mooi als aan deze kant ook nog een kleine inkeping komt. Hoe weet je nog niet, maar dan gaan we even tekenen. Nou, we hebben hem even getekend, maar ja, je ziet er niet heel veel van, maar wij zien het wel. Dus wij kunnen dit er nu zo afhalen. En dan gaan we even kijken welke spullen we allemaal nodig zijn. Papa heeft hier een kartonnetje en dan gaat hij hier dezelfde bocht tekenen, denk ik, toch? Ja. En dan die daar in
passen. In. Ja, ja, ja. Dan heb je dezelfde bocht. Goed, wat heb je nodig? Wij hebben deze lak in een matte. We hebben een plastic primer. Nou, Stanley mes. Deze kleur jute chalky meubelverf. Dit wordt de kleur. Het is echt een prachtige kleur, die ken ik ook. We hebben tape. Even kijken, wat hebben we nog meer? Nou, dus dat blad. Heel grof schuurpapier. Gladde rollers voor het schilderen. We hebben nog wat nieuwe mesjes voor de decoupeerzaag. Nou, die ventilatiebuizen. Dit spul. En lijm. Schuren. Plamuren. Oké, okay, tafel is afgeschuurd ook aan de bovenkant en nu ontvet. En dan gaan we door naar het volgende stap. Namelijk? Poten. De poten. Nou, we gaan voor ongeveer 30 centimeter qua poot. Dus die gaan we nu even afmeten. En dan gaan we hem hier straks afzagen. Dan wordt dit de kant die op de onderkant staat, want dan weet je zeker dat die strak is. En hiervoor heb je dan nog een dop. Die kun je ook loskopen en die kun je daar dan aanmaken. En dan zorg je ervoor dat je dit dan straks hier tegenaan plakt. Maar dat laat ik straks wel zien. Maar kijk, dit wordt wel ongeveer zo de hoogte. Dat is wel heel leuk. Nou, we hebben het dus afgezaagd. En dan de strakke kant, die gaan we bewaren voor op de grond. En deze, daar doe je dan de dop overheen, zodat je hier kan plakken. En nu gaan we afschuren. Oké. Okay. We hebben de plekken bepaald en nu bison hout kit of wat is het, bison kit, lime kit. Daarop en daarop. En dan heeft hij ook nog gaatjes, want dan gaat papa hem straks erin boren. Zonder dat je het dus ziet. Zo dus toch, pap? Ja, ja, ja. Nou jongens, de poten zitten eronder. Het is echt fantastisch. Het is echt geweldig. Ik ben er nu al onwijs blij mee. We gaan dus nu het spul maken waarmee we het gaan gipsen. Met deze. Dus dat is van een poeder, water erbij. En dan kun je het hier overheen vegen. We doen alleen de bovenkant en de zijkanten. De poten nemen we niet mee. Maar uiteindelijk wordt het allemaal dezelfde kleur. En dan krijgt dit een soort structuur. Je kan het natuurlijk ook gewoon zo doen, maar ik wil zo'n gipsachtige beton look structuur. Dus vandaar dat we het eerst met dat spul gaan smeren. Uiteindelijk dus deze poten eraan geschroefd en met PVC-lijm hierin vastgeplakt. Dus dit zit echt muurvast. Nou, we gaan het erop smeren met de handen. We zijn de handschoentjes vergeten. Of ik eigenlijk. Ja, ik dus ik ga met mijn blote handen doen. Home. Ik zit erin. Oh, het is heel koud. Oh, dit is echt ijskoud. Oh, wat een lekker smeerseltje. Het is de volgende dag en de tafel is helemaal uitgehard. Echt super vet. Dus we gaan hem nu licht opschuren, zodat het wel iets gladder wordt, maar de textuur nog wel behoudt. En dan kunnen we hem schilderen en aflakken met matte verf, zeg maar. Even kijken, ik heb gisteren deze poten, geprimed met deze plastic primer. Dan gaan we dus straks opschuren, deze jute kleur erop doen, chalky finish meubelverf. En dan
een paar lagen van de kleurloze varnish. De matte transparante lak. Zodat je hem gewoon daarna wel goed kan schoonmaken nog. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to, we got nothing to lose. En dan was dit alweer de video. Vond je het nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En vergeet dus Flexispot niet te checken in de beschrijving van deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer. Doei doei!